Duitsland, de Beierse Alpen, vlakbij het stadje Berchtesgaden. Hier op de top van de bergen bevond zich het hoofdkwartier van een van de wreedste en meest meedogenloze dictators uit de wereldgeschiedenis, Adolf Hitler. Op deze berg nam Hitler zijn belangrijkste beslissingen en ontwierp zijn monsterlijke plannen om miljoenen onschuldige mensen te vermoorden. Het was ook de plaats waar hij zijn geheime liefde beleefde met zijn angstvallig verborgen maîtresse Eva Braun. Weil ich glaubte, dass es sein muss. Ich habe ihn gewagt, weil ich überzeugt bin, dass nun nicht mehr länger gezögert werden darf. Ich habe es gewagt, weil ich der Überzeugung bin, dass endlich unser Volk doch wieder zur Besinnung kommen wird. Und dass, wenn es auch heute uns ungerecht beurteilt und wenn Millionen uns verblumen, einmal ist duldig bloß, da sie doch hinter uns marschieren werden. Naast Albert Speer en Martin Bormann had nog een derde topnazi een eigen huis op de Obersalzberg. Hermann Göring. Göring was een nazi van het eerste uur. Als voormalig held uit de Eerste Wereldoorlog en laatste commandant van het beroemde von Richthofen-eskader heeft hij Hitler en zijn partij in de beginjaren veel goedwil bezorgd. Nadat Hitler in 1933 aan de macht was gekomen, werd Göring dan ook rijkelijk beloond. Zo werd hij onder meer president van de Rijksdag, rijksmaarschalk en opperbevelhebber van de Luftwaffe, dictator van de Duitse economie en rijksjachtmeester. Deze zwaarlijvige, aan drugs verslaafde en door corrupte man was door zijn joviale manier van doen tamelijk populair bij de bevolking. Göring maakte gebruik van zijn hoge positie om door diefstal en bedrog een van 's werelds grootste kunstcollecties op te bouwen. Maar tegelijk verloor hij zijn belangrijkste taak niet uit het oog. Namelijk zijn Luftwaffe uit te bouwen tot een gevreesd terreurinstrument in de agressieoorlogen van de nazi's. Göring, die de bijnaam de IJzeren Dikke had, was verantwoordelijk voor de vele meedogenloze, vaak onnodige bombardementen op weerloze Europese steden. Bij Görings huis op de Obersalzberg was een zwembad dat vaak door Eva Braun en haar vriendinnen werd gebruikt. Gedurende de lange winters speelden de Görings vaak ijsschießen, een soort curling, op het bevroren zwembad. Bij de kazerne, voor de grote toren, steht een laterne en steht. Hermann Göring en zijn vrouw Emmy hadden één kind, een dochter, Edda. Göring was dol op zijn kleine dochtertje en verwende haar erg. Zo liet zijn vrouw Emmy eens een film maken getiteld Een dag uit het leven van Edda, die zij haar man op diens 49ste verjaardag in 1942 cadeau gaf. Dit was het mooiste cadeau dat ze de liefhebbende vader ooit had kunnen geven. Göring heeft deze film over zijn dochtertje diverse keren gezien. Vaak als er hoge gasten waren, liet de trotse vader de film zien. Na de oorlog woonde Edda samen met haar moeder in een klein flatje in München. Ze is nu verpleegster en is nooit getrouwd. Wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie. Omdat Hitler niet getrouwd was, trad Görings vrouw Emmy vaak op als de officiële first lady van Nazi-Duitsland. Ze stond Hitler terzijde bij talloze officiële recepties en staatsdiners. Toen Edda in 1938 geboren werd, vierde heel Duitsland feest alsof er een prinsesje was geboren. Een trotse Hitler stemde erin toe haar peetvader te worden. Ondanks de voortdurende strijd om bevoegdheden tussen de nazi-bonzen onderling, kon Speer, Hitlers architect die ook op de Obersalzberg woonde, nog redelijk opschieten met Göring. Speer over Göring.
Im Grunde war er eigentlich ein sehr sympathischer, sehr lebendiger, aufgeschlossener Mensch und auch ein Mensch, der aktiv war, großes Urteilsvermögen hatte. Das alles ist dann durch seinen Morphinismus immer mehr in den Hintergrund getreten und er war dann schwach, uninteressiert, schlief bei Sitzungen ein, weil er gerade eine Morphiumspritze wahrscheinlich sich gegeben hatte und fiel eigentlich aus dem ganzen, aus der ganzen Machtstruktur um Hitler fiel er aus, was im Generellen gesehen ein Schade war, denn Göring hatte ja auch schon zu Beginn des Krieges eine positive Rolle gespielt, um den Krieg zu vermeiden. Und er wäre zweifellos, wie einmal in einer englischen Zeitung im Sommer 1943 oder nee, später im Herbst 1943 stand, er wäre eigentlich der Badoglio Hitlers, hätte er sein können und sein müssen. Zu einem Zeitpunkt, in dem alles völlig klar war und der Krieg beendet werden musste. Aber das war eben durch seine Schwäche nicht mehr gegeben. Göring was dol op uniformen. Hij had voor elke gelegenheid een ander uniform. Hier zien we hem bij de viering van zijn verjaardag in de tuin van het hoofdkwartier van de Luftwaffe. Göring bleef erg populair bij het Duitse volk. Wanneer het maar enigszins mogelijk was, woonde hij publieke activiteiten en feesten bij. Hij kon ook goed de attente en charmante gastheer spelen, gaf tal van bruisende parties en was geliefd, vooral bij diplomaten en buitenlandse journalisten. Voor de oorlog is Göring verantwoordelijk voor de reorganisatie van de Duitse economie. Die Sicherung der deutschen Ehre und die Sicherung des deutschen Lebens. Hij lanceert in 1936 het zogenaamde Vierjarenplan. Een veelomvattend en ambitieus plan om Duitsland er economisch weer bovenop te helpen. Dit plan bevat ook een initiatief dat bedoeld is om Duitslands afhankelijkheid van buitenlandse importen te verminderen door vergroting van de eigen productie. Dazu beitragen, dass eben die Hausfrauen von vornherein Bescheid wissen, dass sie wissen, um welche Lebensmittel es jetzt geht. Verbraucht ein Nahrungsmittel das in erster Linie, was sie aus eigener nationaler Produktion befriedigen können. Eier, Butter, Milch, das sind nun einmal Dinge, die können wir nicht anders beeinflussen. Es gibt gewisse Zeiten, da legen die Hühner viel Eier. Und es gibt Zeiten, da legen sie wenig. Es gibt Zeiten, da geben die Kühe gerne ihre Milch. Und es gibt Zeiten, da halten sie zurück damit. Meine lieben Volksgenossen, es ist noch keiner menschlichen Weisheit geglückt, das anders zu gestalten, wie die Natur es gestaltet hat. Und es ist auch noch keine Regierung geglückt, dann Eier von der Henne zu verlangen, wenn sie sie nicht geben will. Das Wichtige allein ist vor allen Dingen, dass die breite Masse unseres Volkes soweit genügend Lebensmittel bekommt, dass sie in voller Kraft arbeiten und schaffen können. Und dafür übernehme ich die Verantwortung. Das werde ich dabei schaffen. Und ähnlich, meine lieben Volksgenossen, liegt es auch auf dem Rohstoffgebiet. Es werden in den nächsten Zeiten selbstverständlich neue Fabriken entstehen. Fabriken, in denen wir den eigenen Gummi machen. Fabriken, in denen wir aus Stellstofffaserstoffe eigene Kleider schaffen, in denen wir die Baumwolle dann nicht mehr brauchen, die uns heute Millionen vor die Wiesen kostet. Vor allem aber unter allen Umständen unsere Rüstung zu vollenden. Je stärker wir gerüstet sind, desto sicherer stehen wir da, desto weniger kann uns einer angreifen.
We zijn terug op de Obersalzberg, waar een jonge vrouw vol ongeduld op haar geliefde Adolf Hitler wacht. Hitlers heimelijke verhouding met Eva Braun is een van de best bewaarde geheimen van het Derde Rijk. Op bevel van Hitler mochten maar zo weinig mogelijk mensen van zijn verhouding met Eva Braun op de hoogte zijn. Alleen leden van zijn intieme vriendenkring wisten van het bestaan en de rol van Eva Braun af. Eva Braun is de feitelijke first lady van de Berghof. Een onopvallende, vriendelijk ogende jonge vrouw. Ze is 23 jaar jonger dan Hitler. En ze brengt haar tijd door met sporten, fotograferen, zonnen op het terras en mode. Is dol op parties en heeft altijd wel vrienden, vriendinnen of familie op bezoek. Maar echt gelukkig is ze pas wanneer haar Adolf in de buurt is. Eva ontmoet Hitler voor het eerst in München in de fotozaak van Heinrich Hoffmann, Hitlers officiële fotograaf. Al snel geeft Eva haar baan op en trekt bij Hitler in, zogenaamd als particulier secretaresse. Eva verblijft afwisselend op de Obersalzberg en in München, waar Hitler een villaatje koopt voor haar en haar zuster Gretel. Voor de buitenwereld hield Hitler haar angstvallig verborgen en bij de officiële bezoeken aan de Berghof werd Eva naar haar appartement op de eerste etage verbannen. Maar voor de intimie is Eva de first lady van de Berghof. Op de eerste verdieping van de Berghof bevinden zich de slaapkamers van Hitler en Eva. Vanuit Eva's slaapkamer, waar twee bedden staan, is een speciale toegang naar Hitlers badkamer. Hitler en Eva kunnen dus heimelijk naar elkaars slaapkamers gaan zonder de gang over te lopen. Am Obersalzberg war das natürlich gar kein Geheimnis, dass beide ein Verhältnis hatten und sie haben das auch nicht verborgen, wenn auch keine großen Zärtlichkeiten zeigten. Aber immerhin waren die Schlafzimmerlagen nebeneinander und Hitler behandelte sie auch mit allem Respekt. Aber in der Öffentlichkeit sollte das nicht bekannt werden. Es wurde auch tatsächlich geheim gehalten, trotz dem verhältnismäßig großen Kreisen. Es war eine Überraschung. Auch für Diplomaten, als es dann nach dem Kriege offenbar wurde, dass er so lange diese Geliebte hatte. Was übrigens nebenbei gesagt ein Beispiel dafür ist, dass in diesem Reich Hitlers die Geheimnisse tatsächlich bewahrt wurden und nicht viel geredet wurde über solch eine Sache. Eva Braun mochte ich sehr gerne. Sie war keine große Lady, sondern sie war eine einfache Frau aus dem Volke, aber sie hat es immer eine gewisse Natürlichkeit bewahrt und ist eigentlich, und das muss man sehr hoch anrechnen, der Versuchung ihrer Stellung nicht erlegen. Sie hätte ja auch die große Lady spielen können, das hat sie nicht getan, sondern hat sich immer zurückgehalten und auch hauptsächlich ist nie hervorgetreten in politischen Fragen oder sonst was. Der Einzige, der sie nicht gerne sah, das war natürlich Burmann. Denn für Burmann war jeder Mensch, auch eine Geliebte, nicht tragbar, weil durch diesen Menschen seine Vormachtstellung als der Einzige, der mit Hitler, auf den Hitler hörte Fragen der Innenpolitik oder der Partei, war auch durchbrochen durch die Existenz von einer Eva Braun. Hitlers privépiloot, SS-generaal Hans Bauer, kan zich Eva nog goed herinneren. Die Leute erzählen sich, dass Hitler mit einer gewissen Freundin Braun ein Techtelmechtel haben sollte. Da sage ich, ach, meinte die Leiterin so früh nicht, war nicht. Das ist also, die sind wieder so Märchen und so und so. Und so ist es, wo man sagen, ich habe es selbst meiner eigenen Frau, die dann wenige Wochen später gestorben ist und weiter, vor ihrem Tod das nicht gesagt, dass es tatsächlich so ist. Und so ist der
nur das, wo man sagen, in engeren Kreis bekannt gewesen und nach außen hin ist das praktisch nicht durchgesickert. Und später wunderten sich dann alle Leute, dass das Verhältnis eigentlich so viele Jahre alt war. Eva hielt erg van mode. Ze was dol op winkelen en kocht dan japonnen, schoenen en avondkledij van de nieuwste mode. Ze wilde er altijd op haar best uitzien en verkleedde zich meerdere malen per dag. Traudel Junge was een van Hitlers privésecretaresses. Zij begeleidde Hitler altijd naar de Berghof. Erst kurz bevor wir also zum ersten Mal auf den Berghof waren, habe ich erfahren, dass da eine Eva Braun existiert, die auf dem Berghof die Dame des Hauses ist. Also die spielt die Gastgeberin offiziell. Und ich war natürlich dann sehr neugierig und habe sie auch kennengelernt. Und sie war eine sehr, sehr natürliche, hübsche, sehr süddeutsche, sehr bayerische Erscheinung. Sehr elegant, hat sehr viel Freude an ihrer an Mode gehabt. Und die hat nun immer also bei Tisch den Herrn Bormann, Martin Bormann als Tischherrn gehabt und saß immer links vom Führer. Und obwohl Hitler da auf dem Berghof Wert darauf legte, dass die seinem engsten Mitarbeiter auch so ihre Damen mitbrachten, wollte er doch auch gerne, dass die Sekretärinnen noch mit als Tischdamen fungierten und bei Tisch mit an der Konversation und dann an den Teeabenden teilnahmen und an den Spaziergängen. Und für mich war das ja auch dann die erste Gelegenheit, Eva Braun kennenzulernen, überhaupt erst von ihr zu erfahren. Denn solange ich in Berlin war oder im Führer Hauptquartier, tauchte der Name Eva Braun überhaupt nicht auf. Eva hield van dieren. Vooral van haar hondjes Stasi en Negus. Jammer genoeg konden haar honden niet opschieten met Hitlers herdershond Blondie. Hitler moest Eva dan ook vaak vragen haar honden binnen te houden, zodat Blondie bij hem kon zijn op het terras. Hitler wilde alleen maar gefotografeerd worden met zijn herdershond. Eva's kleine hondjes zouden zijn imago schaden, meende hij. En daarom speelde hij alleen maar met de kleine hondjes als er niemand in de buurt was. Eva, die zelf geen kinderen had, speelde graag met de kinderen van haar vriendinnen die ze regelmatig op de Berghof uitnodigde. Ze was vrij sportief en deed graag gymnastiekoefeningen om in conditie te blijven. Wanneer het weer het toeliet, ging ze zwemmen in de naburige Königssee. Hitler zwom zelf nooit, maar vergezelde Eva wel vaak, waarbij hij haar gymnastische oefeningen bewonderde. Het zogenaamde Führergebied, een gebied van 10 vierkante kilometer, wordt zwaar bewaakt door Hitlers persoonlijke lijfwacht, de SS-Leibstandarte Adolf Hitler, en door leden van de Reichssicherheitsdienst, ook wel de schaduwen genoemd, die Hitler permanent in de gaten hielden. Deze fanatieke manschappen, die trouw waren tot in de dood, bewaken dag en nacht het terrein en hebben de opdracht bij het minste of geringste onraad met scherp te schieten. Een van de leden van de SS-Leibstandarte Adolf Hitler is Richard Schulze-Kossens. We hebben een truppe gehad, nur als Freiwilligen. Moesten een bestimmte Größe hebben. Het was een, ik möchte sagen, een Gardetruppe, wie sie heute jeder hat. Ja, die Russen hebben ihre Garderegimenter, die Engländer hebben dat, die Amerikaner hebben die Ledernacken. En daar kam einfach nicht jeder hinein. Het waren 3 Regimenter. Zu der Zeit, wie ich mich gemeldet habe. Sie mussten also ein polizeiliches Führungszeugnis beibringen, dass sie unbestraft waren, dass sie keine Schulden hatten. Sie mussten einen guten Leumund haben. Und ich möchte mal sagen, wenn sich 1000 Mann gemeldet haben für die Leibstandarte, dann haben sie vielleicht 100 genommen. Und das war natürlich, die traten auf bei jeder repräsentativen Veranstaltung, Ehrenkompanie, wenn Staatsoberhäupter kamen, Absperrung. Und so weiter. Und das war einfach, wir sind auch eine Art Versuchstruppe gewesen. Wir sind die Ersten gewesen, die zum Beispiel die Zusammenarbeit Panzer und Infanterie mit der Wehrmacht geübt hat.
Wir sind die Ersten gewesen, die die Tarnjacken gehabt haben. Da hat also jeder afrikanische Staat in seiner Armee die Tarnjacken. Wir sind also, sagen wir mal, konventionell nicht so sehr mit Tradition belastet gewesen wie das Heer. Man konnte mit Freiwilligen, die außerdem doppelt so lange dienen mussten wie Soldaten im Heer. Die hatten eine Dienstzeit von 2 Jahren. Bei uns mussten die einfachen Männer 4 Jahre dienen, die Unteroffiziere 12 Jahre. Mit denen war natürlich ganz anders, sagen wir mal, eine Leistung zu erbringen. Was das erste Mal zum Beispiel im Rahmen überhaupt eines Heeres gegeben hat, das war eine Regimentsübung von dem einen Regiment Deutschland. Ein ganzes Regiment im scharfen Schuss mit Artillerie, mit Infanteriegeschützen, mit Maschinengewehren, mit geballten Ladungen, eine Übung vorzuführen. Damals war also der Reichskriegsminister mit Hitler dabei und hat sich also gewundert, das konnte man mit einer Truppe von Leuten, die ihrer Wehrpflicht genügen mussten, ja, und nur eine kurze Zeit dienten, gar nicht anfangen. Hoofd van de SS ist der kille Heinrich Himmler, ein regelmatiger Besucher von der Obersalzberg. Speer over Himmler. Himmler machte eigentlich einen ganz unscheinbaren Eindruck. Er hat gar keine Ausstrahlung gehabt und keine Persönlichkeitswerte. Man hätte ihn normalerweise für einen Menschen gehalten, der überhaupt keine Chancen hat, irgendeine Karriere zu haben. Aber das ist eben das Typische bei ihm und auch bei anderen Gestalten des sogenannten Dritten Reiches, dass die Macht, die ihnen delegiert wurde von Hitler, dass die sie zu Menschen machte, die tatsächlich eine große Bedeutung hatten, ohne dass sie bedeutende Menschen waren. Und wenn Hitler seine Hand von Himmler gezogen hätte und hätte ihn nicht mehr unterstützt mit seiner Autorität, wäre Himmler nach ganz kurzer Zeit, genauso wie Bormann übrigens, wäre nach ganz kurzer Zeit im Nichts verschwunden. Doch war Himmler ein gefährlich Mann, selbst vor seinen Kollegen-Ministers. Toen Speer vor einer Knieoperation nach einem Ziekenhaus wird gebracht, bleek dit het ziekenhuis van de beruchte SS-professor Gebhardt te zijn, die Speer in opdracht van Himmler om het leven moest brengen. Dat was een schwieriger Fall, weil ik niet wist dat dit Krankenhaus, zu dem ich ging, zu diesem Kniespezialisten Gebhardt, dass das ein SS-Krankenhaus ist und dass es hielt Großes Kreuz Krankenhaus und dass Gebhardt ein enger Freund, ein Dudesfreund von Himmler ist. Sonst wäre ich bestimmt nicht hingegangen. Und es gab verschiedene Anzeichen dafür, dass ich falsch behandelt wurde, was einem Spezialisten wie Gebhardt nicht passieren durfte, bis dann meine Sekretärin Hilfe holte bei Dr. Brandt, der Leibarzt von Hitler war, und dann der Internist von Sauerbruch, einem berühmten Chirurgen, dorthin kam in das Krankenhaus und die Behandlung übernahm. Und er hat das sehr scharf kritisiert und fand mich aber in einem Zustand, der schon sehr bedenklich war. Ich war schon blau angelaufen und hatte kaum noch Herztätigkeit und bin ja. Op 19 april 1939 verlaat Hitler de Berghof om in Berlijn zijn 50ste verjaardag te vieren. Er wordt een enorme 4 uur durende parade georganiseerd, waarin onderdelen van de Weermacht langs hun Führer marcheren. Het draaiboek voor de parade wordt door Hitler tijdens zijn verblijf op de Obersalzberg goedgekeurd. De parade moet zo indrukwekkend mogelijk worden. De nazi's maken een speciaal bioscoopjournaal van de verjaardagsfestiviteiten op die 20ste april. Dat moet aantonen hoe populair Hitler bij het Duitse volk wel is. Dem Schöpfer Großdeutschlands gelten Dank und Glückwunsch der ganzen Nation. Unaufhörlich werden aus allen Gauen des Reiches und aus allen Schichten des Volkes Geschenke für den Führer in die Reichskanzlei gebracht.
De SS-Leibstandarte brengen de jarige Führer een muzikaal huldebetoon. Naast Hitler staat het sinistere hoofd van de SS en Gestapo, Heinrich Himmler. Zelfs kinderen van de nazi-bonzen Speer en Boorman worden ingezet bij de propaganda om te laten zien hoezeer de Führer van kinderen houdt. Die Truppen formieren sich zur Parade. Alle onderdelen van de Wehrmacht zijn vertegenwoordigd. Zouden alle deelnemende manschappen en voertuigen achter elkaar worden opgesteld, dan zouden zij een keten vormen van maar liefst 200 kilometer lang. Het begint de grootste heerschouw des Dritten Reiches. 4,5 stunden lang ziehen die Formationen aller Waffengattungen an ihren obersten Befehlshaber vorüber. Hitler wil de hele wereld en het Duitse volk laten zien dat hij gereed is voor een oorlog. Hitler weet inderdaad grote indruk te maken, vooral op de vele buitenlandse militaire waarnemers die hun regeringen op de hoogte zullen stellen van Duitslands militaire macht. De allernieuwste typen tanks rollen voorbij. Ze zullen van zeer grote betekenis zijn bij de aanvankelijke Duitse overwinningen in de toekomstige blitzkriegen. Hoogtepunt van de parade is het buigen van de vaandels en standaards van de Duitse Wehrmacht voor de opperbevelhebber. De voormalige korporaal uit de Eerste Wereldoorlog, de Oostenrijker Adolf Hitler. Hitlers populariteit is op een hoogtepunt. Vrouwen worden vaak hysterisch als ze hem zien. En waar hij ook komt, juichen grote scharen enthousiaste mensen hem toe. Hoe is het mogelijk dat volk en Führung, nation en regering in zulke art in elkaar overgaan en neben beieinander stehen? De nazi's houden van mystieke, nachtelijke bijeenkomsten. Hier vormen duizenden mensen met fakkels een enorm brandend hakenkruis. Slechts weinigen zullen vermoeden hoe griezelig symbolisch dit beeld is en in welke menselijke tragedie dit alles zal eindigen. In 1938 besluit Hitler het nationaalsocialisme buiten de Duitse grenzen te verbreiden. Oostenrijk is als eerste slachtoffer aan de beurt. De Oostenrijkse kanselier Kurt von Schuschnigg bezoekt Hitler op de Obersalzberg om zijn land uit de klauwen van de nazi's te redden. Maar Schuschnigg is geen partij voor de agressieve Hitler. Schuschnigg krijgt een ultimatum.
Duitsland zal goedschiks of kwaadschiks de macht in Oostenrijk overnemen. Uiteindelijk zwicht Schuschnigg voor de druk. En enkele weken later marcheren Duitse troepen Oostenrijk binnen zonder dat er een schot wordt gelost. Hitler trekt Wenen binnen als een moderne Caesar. Terugdenkend aan de tijd dat hij doelloos en hongerig door Wenen zwierf, wordt het hem tijdens zijn redenvoering over de historische betekenis van deze zogenaamde Anschluss met Duitsland bijna te veel. Met emotionele stem kondigt hij de aansluiting van zijn geboorteland Oostenrijk bij het Duitse Rijk aan. In wenigen dagen hat zich innerhalb der deutschen Volksgemeinschaft eine Umwälzung vollzogen, die wir heute wohl in ihrem Umfang sehen, deren Bedeutung aber erst spätere Geschlechter ganz ermessen werden. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Een van Hitlers beste vrienden is Mussolini, Il Duce, de leider van het fascistische Italië. Dr. Dolman, Hitlers tolk, was bij alle ontmoetingen tussen Hitler en Mussolini aanwezig. Dolman heeft nooit echt goed hoogte kunnen krijgen van de relatie tussen de twee dictators, die beide zo van karakter verschilden. Ik ben verstandig erworven, maar ik ben ook heute niet in de lage een klares beeld over die beide mannen zueinander te hebben. Ze zijn grondverschieden, die volken zijn grondverschieden geweest, die mannen zijn grondverschieden geweest. En het is een echte, aufrichtige vriendschap. Daarvoor bürge ik heute nog, na lange ervaringen, na lange hin en weer, na vielen vragen. Ze waren wirklich miteinander befreundet. Hitler tat alles, was er voor Mussolini tun konnte. Mussolini tat alles, was er tun konnte. Nur war das eben leider zu wenig oder nichts. Aber sie waren in dem Moment, an wo sie aus dem Zug gestiegen, und das kommt ja noch beim Attentat dann sowieso auch noch, müssen wir auch noch haben, das Attentat kommt ja sowieso noch, und dann waren sie eben miteinander verbunden und redeten, der eine redete, der andere hörte zu, und die historische Schuld von Mussolini ist, dass er nicht einmal dem Hitler die Wahrheit sagte, sondern so tat, als ob es immer noch ginge. Und aber nie, und über der einzige Europäer gewesen, den Hitler niemals hätte verhaften lassen, niemals angehört hätte, denn er bewunderte auf seine Art, die Art Mussolinis, den Kopf Mussolinis, das Römische an Mussolini. Er war hingerissen von der Italianitas, sagt man, der Italianitas Mussolinis. Das war er ja als Typ, als Kopf und alles. Und umgekehrt, Mussolini betete die Macht, die Kraft, die Stärke, den Mut, die Überlegenheit, das Militär, die Disziplin von seinem Partner Hitler an. Das war ein Verhältnis von Kraft und Macht auf der einen Seite und von Schwäche und Bewunderung auf der anderen Seite. Und ein rein menschliches Verhältnis, ich muss wiederholen, sie waren beide aufrichtige Freunde, soweit das in der Weltgeschichte überhaupt möglich ist. Ich kann Ihnen kein Beispiel geben. Hitler und Mussolini besuchten elkaar vaak. Hier eine Ontmoeting auf der Brenner Pass, waarbij de buitenlandse Politik und vooral das Lot von Oostenrijk zal worden besproken. Toen Hitler Führer van Duitsland werd, was Mussolini in Italië al meer dan 10 jaar aan de macht. In het begin beschouwde Hitler Mussolini als het grote voorbeeld van hoe een dictator te zijn. Maar later werden de rollen omgedraaid en was het Mussolini die de Führer imiteerde. Ook Mussolini brengt regelmatig een bezoek aan de Berghof. Alleen om zijn trouwste paladijnen en bondgenoten te begroeten, komt Hitler de grote statietrap af van de Berghof. Hoe hoger de Führer op de trap blijft staan, hoe meer afstand er is tussen hem en zijn bezoeker. Mussolini besluit Hitler te volgen in een nieuw tijdperk. Een tijdperk dat door moord, bloedvergieten en het leed van miljoenen onschuldige mensen gekenmerkt zal worden. Duitsland en Italië zijn nu bondgenoten. En Mussolini is vaak op de Berghof te gast om de politieke en militaire situatie te bespreken.
Mussolini wilde geen oorlog omdat zijn leger er nog niet op voorbereid was. Toch zou hij de Führer vaak militaire hulp aanbieden. Maar veel van die beloofde legereenheden bestonden alleen op papier. En het was Hitler zelf die, tot zijn grote woede, militaire hulp naar Mussolini moest sturen om Italië voor een nederlaag te redden. Maar ze bleven uiteindelijk toch goede vrienden. Hitler doet hier Mussolini zelf uitgeleiden op het treinstation. In de jaren voor de oorlog ontving Hitler vele staatslieden, koningen en buitenlandse diplomaten op de Obersalzberg. Hier arriveert Mussolini's schoonzoon, graaf Ciano, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken. Ciano was de jongste minister in Mussolini's kabinet. Hij was intelligent en vele jaren de mogelijke opvolger van zijn schoonvader. Hij hield ervan Mussolini te imiteren. Zo fronste hij op dezelfde manier zijn wenkbrauwen en stak zijn kin zelfs nog meer naar voren dan Il Duce zelf. Er kwam ook bezoek uit Engeland, zoals bijvoorbeeld de voormalige premier uit de Eerste Wereldoorlog, Lloyd George, en de voormalige koning van Engeland, Edward VII, die na zijn bezoek Hitler een hartelijke bedankbrief zou schrijven voor de genoten gastvrijheid. Koning Ibn Saud van Saoedi-Arabië begroette Hitler zelfs met de officiële natiegroet. Een oude medestrijder uit de Eerste Wereldoorlog. Bij mooi weer werden de gasten ontvangen op het grote terras. Monsignor Tiso, de Tsjechische minister-president, was volledig afhankelijk van Hitler. Hij was een van Hitlers politieke marionetten. Koning Boris van Bulgarije was een van Hitlers bondgenoten op de Balkan. Een van de belangrijkste buitenlandse gasten op de Berghof was Neville Chamberlain, de Britse premier, die naar Berchtesgaden kwam om een oorlog in Europa te voorkomen. Hij reisde in een speciale trein en logeerde in een exclusief VIP-hotel dat nu eigendom is van de Amerikaanse regering. Hitler wil Tsjechoslowakije bezetten onder het voorwendsel de 2 miljoen Duitsers die daar wonen te beschermen. Chamberlain wil met zijn bezoek aan Hitler koste wat het kost een oorlog in Europa voorkomen. Op 15 september 1938 rijdt Chamberlain over de steile weg naar de Berghof. Hij probeert met de Führer tot overeenstemming te komen. Maar Hitler is niet bereid zijn plannen te veranderen. Chamberlain zegt toe dat hij een politieke oplossing zal zoeken voor Hitlers territoriale claim op Tsjechoslowakije. Uiteindelijk komen ze overeen om in München een internationale conferentie over dit vraagstuk te houden. Deze conferentie zal 3 dagen later in München plaatsvinden, waar de premiers van Frankrijk en Groot-Brittannië om de tafel zullen zitten met de dictators Hitler en Mussolini. De bevolking van München verwelkomt de politieke leiders. De conferentie is een overweldigend succes voor Hitler. Er wordt een beschamende overeenkomst getekend door Duitsland, Italië, Engeland en Frankrijk, waarbij Hitler de vrije hand krijgt in Tsjechoslowakije. In ruil voor zijn handtekening, waarbij hij toezegt geen oorlog te zullen beginnen. Enige tijd later trekken de nazi's Tsjechoslowakije binnen. In de Wochenschau, het Duitse bioscoopjournaal, is te zien hoe Hitler Praag, de hoofdstad van het ongelukkige Tsjechoslowakije, binnenrijdt.
Het is voor het eerst dat Duitse troepen een niet-Duits land binnentrekken. Duitsers die in Tsjechoslowakije wonen verwelkomen de Führer met veel enthousiasme. Maar in het kielzog van Hitler zien we het sinistere hoofd van de SS en de Gestapo, Heinrich Himmler en zijn beulen. De nazi-terreur begint en de nachtmerrie breekt aan voor het Tsjechische volk. Die Welt hält den Atem an. Vlakbij de Obersalzberg, net over de Oostenrijkse grens, ligt het kasteel Fuschl, de residentie van Hitlers minister van Buitenlandse Zaken Joachim von Ribbentrop. Deze humorloze, botte man is een van de arrogantste medewerkers van Hitler. Hij is het die Hitler voortdurend probeert aan te zetten tot het voeren van oorlog. Von Ribbentrop begon zijn carrière als vertegenwoordiger bij de Henkel champagnefabrieken. Hij wordt in één klap invloedrijk en welvarend door met de enige dochter van Henkel te trouwen. In het begin van de dertiger jaren sluit hij zich aan bij de Nationaal-Socialistische Partij en stelt Hitler voor aan zijn invloedrijke vrienden. Hitler geeft hem later als beloning een baan met veel prestige, namelijk die van Duitslands ambassadeur in Engeland. In 1939 benoemt Hitler hem op een nog belangrijker post, minister van Buitenlandse Zaken. Ook hij is regelmatig op de Berghof te gast. Toen hij als Duitse ambassadeur in Engeland aangesteld werd, maakte von Ribbentrop de onvergeeflijke fout de Britse koning met Heil Hitler te begroeten. Hiermee maakte hij zichzelf voor altijd belachelijk in Britse diplomatieke kringen. Vanaf dat moment voelde hij een intense haat jegens alles wat Brits was. The German Chancellor has placed before the world his great peace plan. In doing so, he can rightly say, this plan for the consolidation of Europe is proposed by 99% of Germany. That is the entire German nation. A nation which once and for all has restored its sovereignty and which will never allow this sovereignty to be discussed again. Hoogtepunt van von Ribbentrops carrière was een uitnodiging van Stalin om in Moskou een zogenaamd niet-aanvalsverdrag met Duitsland te tekenen. Richard Schulze Kossens, Hitlers Slaafse Waffen-SS-adjudant, herinnert zich de ontvangst in Moskou na Stalins uitnodiging. Es liefen schon Verhandlungen, Wirtschaftsverhandlungen mit den Russen und dann war ja ein Angebot gemacht worden, an Stalin zu einem besseren Verhältnis zu kommen. Und es wäre natürlich, sagen wir mal, für Hitler peinlich gewesen, wenn die Russen veröffentlicht hätten, hier der Hitler, der hat zwar ein bisschen eilig, der will hierher kommen, aber wir machen das nicht. Denn zu der Zeit waren Engländer und Franzosen ja noch da. Dieses Telegramm kam über Berlin, dechiffriert auf dem Berghof. Ich habe auch noch ein Bild, wie wir alle das Telegramm lesen mit der Einladung von Stalin. Wir sollten also am 23. in Moskau sein. Diese Meldung kam und wir sind dann am nächsten Morgen über Berlin nach Königsberg geflogen und flogen dann nach Moskau. Das war für uns also völlig neu, überhaupt die ganze Atmosphäre da. Und was uns schon auffiel, wie wir, also der Flugplatz war sehr ungepflegt und es waren alle möglichen Typen da aufgebaut von alten Flugzeugen und wir kamen mit unserer Condor da angeflogen. Der Empfang war, ich möchte sagen, also nicht sehr großartig, nicht zu verwundern bei der Feindschaft, die ja zwischen den Ländern bestand. Beim zweiten Besuch war eine Ehrenkompanie da und mit Musik und Vorbeimarsch. Wir waren unerhört beeindruckt natürlich, nun mal diesem
Stalin gegenüberzutreten. Terug naar de Obersalzberg. In 1936 had Martin Bormann de opdracht gegeven tot de bouw van een paviljoen op de top van de Kehlstein. Een bergmassief dat nog eens 1000 meter boven de Obersalzberg oprijst. Hitler zou zich hier met zijn gasten volkomen ongestoord kunnen terugtrekken. Het werk is erg gevaarlijk. Meer dan 20 arbeiders verliezen het leven bij de bouw. De bouw duurt 3 jaar en kost een vermogen. Met Duitse gründlichkeit wordt het aan de vooravond van Hitlers 50ste verjaardag op 20 april 1939 opgeleverd. Een ongekend steile asfaltweg van 16 kilometer lang met vele haarspeldbochten leidt naar een 130 meter lange ondergrondse tunnel die in de granieten rotsen is uitgehouwen. De stroomvoorziening wordt verzorgd door de generator van een onderzeeër. Het paviljoen dat op een hoogte van 1830 meter bijna op de top van de Kehlstein ligt, kan alleen per lift bereikt worden die zich aan het eind van de tunnel bevindt. Deze lift brengt de bezoeker naar de 120 meter hoger gelegen lounge van het paviljoen. Net als de Berghof heeft het paviljoen een enorme conferentiezaal annex woonkamer met een reusachtige open haard. Eva Braun verblijft graag in het paviljoen en zit het liefst voor de haard wat te dromen. Maar Hitler komt er niet zo vaak, omdat hij bang is voor aanslagen. Toch overwint Hitler van tijd tot tijd zijn angst om belangrijke gasten te kunnen imponeren met het adembenemende uitzicht op zijn Duitse en Oostenrijkse Alpen. Damit doch Hitler uns marschieren werden!